Simena is vrijwillig met Stanley A. naar zijn huis gegaan in de Gouden Regenstraat. Dat zegt de advocaat van A. Volgens een advocaat zijn ze elkaar op straat tegengekomen en aan de praat geraakt. Stanley A. kan zich niet herinneren wat er in zijn huis is gebeurd. Hij zegt haar te hebben neergestoken, maar weet niet waarom. De twee zouden geen seks hebben gehad. Volgens de advocaat had Stanley A. drugs gebruikt toen hij haar vermoordde. De Poolse man die vorig jaar een huis in Noordwijk binnenreed, heeft een jaar cel gekregen, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook kreeg hij enkele jaren rijontzegging. Na de aanrijding op de Duindamseweg kwam de bejaarde bewoner direct om het leven. Zijn vrouw overleed 2 weken later. De officier van justitie had 3 jaar cel geëist, maar de rechter heeft voor de strafmaat naar vergelijkbare zaken gekeken. De Goudse burgemeester Wim Cornelis is weer in opspraak. De lokale politiek is verbolgen over een nieuw tripje naar Ghana vorige week. De gemeente heeft het over een privébezoek, maar tijdens het verblijf van Cornelis is een omstreden recyclingsbedrijf verkocht. Vorig jaar lag Cornelis ook al onder vuur over zijn vakantievilla in Ghana. Bij een ongeluk op de veilingroute bij Honselersdijk is een 49-jarige vrachtwagenchauffeur uit Zaandam om het leven gekomen. De vrachtwagen kwam even voor 11:30 in zijn geheel in het water terecht. De bestuurder is onwel geworden en vervolgens het water ingereden. Omstanders en agent hebben nog geprobeerd de man te redden, maar tevergeefs.